Mijn inbox lijkt ontploft te zijn, de tijdlijn staat er vol mee. GDPR, oftewel de AVG, de Algemene Verordening van Gegevensbescherming. En deze nieuwe wet gaat 25 mei 2018 in. En ik ben heel erg benieuwd, wat zijn de implicaties voor recruitment? Martijn, Faber? Ja. Welkom. Dank. Jij schreef al op recruitmenttech.nl een artikel over. Dat is echt heel goed gelezen. Dus daar wil ik het graag met je over hebben. Maar eerst even over wat je doet. Want je werkt bij Privateers. Ja. Wat doen jullie? We zijn een organisatie die zich bezighoudt om organisaties te helpen, de AVG of de GDPR, te implementeren. Op een manier die eenvoudig is en begrijpelijk voor de hele organisatie. En dat doen we door middel van implementatie, advies en ondersteuning. En op die manier helpen we organisaties om dit voor elkaar te krijgen voor 25 mei 2018. Want de GDPR en de AVG is hetzelfde, alleen de Engelse afkorting en de Nederlandse afkorting in dit geval. Wat houdt het in? Want het is nu meer dan die afkorting in dit geval. Ja, aanzienlijk. Het is een verordening. Het is een Europese verordening. Dat wil eigenlijk zoveel zeggen dat het in Europa in de afgelopen jaren is ontwikkeld door alle lidstaten. En dat dit als verordening wordt opgelegd aan alle lidstaten. Dus het is ook niet een keuze, het is opgedwongen. En zo voor de Nederlandse markt betekent dat de wet bescherming persoonsgegevens komt te vervallen. Dus voor de organisaties die zich al houden aan de wet bescherming persoonsgegevens zal er relatief minder wijzigingen zijn dan voor bedrijven die daar nog heel weinig aan hebben gedaan en nu in één keer een hele grote stap zullen moeten maken. Kun je misschien aan de hand van bijna het recruitmentproces ons meenemen van waar raakt de AVG en GDPR, raakt dat het recruitmentvak? Ja, uiteraard. Ik denk dat het juist binnen de wereld van recruitment op heel veel vlakken invloed heeft. Ik denk om te beginnen, recruitment bij uitstek is de afdeling die werkt met persoonsgegevens, kandidaten en na afloop medewerkers. En de Algemene Verordening Gegevensbescherming gaat over persoonsgegevens en niet anders dan dat. Dus dat is eigenlijk waar het in hoofdzaak om draait. En als je nou zou kijken naar het proces van een bedrijf dat mensen werft, begint het over het algemeen met het publiceren van een vacature op een website. En daar worden dan mensen op geworven. En eigenlijk begint daar al de eerste stap. Want als je kijkt naar het publiceren, dan worden ook vaak de mensen die op de website komen gevolgd. Er wordt gekeken naar hoe vaak ze komen, wat hun gedrag is. Die informatie wordt, als het wordt gekoppeld en herleidbaar is aan het individu, ook gezien als een onderdeel van het persoonsgegeven. En daarmee is als onderdeel van de nieuwe wet ook het IP-adres van het individu ook een persoonsgegeven. Dus op de eerste stap begint het eigenlijk al dat nog voordat je de kandidaat in je systeem hebt, je al begint te verwerken aan persoonsgegevens. En dus al de processen op orde moet hebben hoe je daarmee omgaat. En Google bijvoorbeeld, Google Analytics is een van de oplossingen waarvoor veel wordt gekozen, omdat het heel veel voordelen heeft. En die hebben wel oplossingen om het privacy technisch goed te regelen, maar die staan vaak niet zo ingesteld. Dus ik denk dat heel veel organisaties met relatief makkelijke aanpassingen al in die eerste stap best wel snel zouden kunnen voldoen. Ja. Als je dan kijkt naar de vervolgstap, dan heb je een sollicitatieformulier en daar stel je vragen aan een kandidaat. Van wat is je naam, waar werk je, voeg je cv toe, dat soort zaken. En al die zaken zijn herleidbaar aan de persoon en dus persoonsgegevens. En wat de AVG wel stelt, is dat je heel specifiek vermeldt waarom je die gegevens nodig hebt en wat je ermee gaat doen. Dus de privacy statements, die bij het grootste gedeelte van de organisaties nog ontbreekt op een in ieder geval huidige wetgeving, zal onder de nieuwe wetgeving, de AVG, veel strikter worden. Je zult moeten bepalen wat de grondslag is, dus waarom heb ik het nodig? Dat kan zijn dat er een, zoals dat noemen, informed consent, ik geef akkoord op het verzamelen of verwerken van mijn gegevens. Maar het kan ook zijn dat ik moet vertellen wat ik ermee ga doen. En als ik solliciteer, mag ik ervan uitgaan dat ik de informatie overdraag om te solliciteren. En dat ik dus niet ook vervolgens een nieuwsbrief ontvang. Want daar was het doel niet voor vastgesteld. En als ik solliciteer, mag ik ook niet afdwingen dat er een nieuwsbrief aangekoppeld zit met een checkbox. Wat je nog wel ziet op websites is dat als je ergens registreert, dat je on the fly ook meteen meegaat in de nieuwsbrief. Dat is een soort van gedwongen winkel. Nee, je kunt niet anders dan beide maar accepteren. En dat mag onder de nieuwe wetgeving ook niet. Nee. Dus op zo'n eerste proces, nog voordat ik eigenlijk contact heb gehad, zijn er al twee momenten waarop ik een aantal zaken richting de kandidaat goed zou moeten regelen. Ja. En vervolgens komt een kandidaat binnen in een systeem of een e-mailbox. En dan begint eigenlijk pas het echte grote werk. Want dan ben je ook structureel die informatie aan het verzamelen.
Dat betekent dat je op dat moment moet gaan vastleggen wat je verzamelt, waarom je het verzamelt. Dat hoort in een dataregister, zoals ze dat dan noemen. In een dataregister staat netjes vermeld welke gegevens worden opgeslagen. Maar ook bijvoorbeeld bewaartermijnen. Dus dat betekent dat je met alle partijen waar je die informatie in opslaat, moet afstemmen dat ook zij ervoor zorgen dat jij het kunt verwijderen. En als je dat dus niet kunt garanderen, dan zul je met die partijen in gesprek moeten gaan of ze dat willen toevoegen aan technologische oplossingen. Of besluit om een andere partij te gaan zoeken die dat wel biedt. Want uiteindelijk, en dat is denk ik wel een van de grootste veranderingen in de nieuwe wet, spreken we over twee groepen, de verantwoordelijke en de verwerker. En dat zijn eigenlijk de twee termen die in de hele verordening continu worden genoemd. Misschien wel goed om het heel kort toe te lichten, ja, wat het dan betekent. Ja. De verantwoordelijke is eigenlijk, op zijn Engels, de controller. En dat vergelijk ik altijd maar met de PlayStation controller. Mm. Daarmee bestuur je eigenlijk de processen. Jij bepaalt wat er gebeurt. Jij bepaalt dus welke informatie je verzamelt voor welk doel. De verwerker daarentegen, dat is de processor in de AVG, dat is de persoon die, of de organisatie die het voor jou verwerkt. Maar dat doet hij namens de verantwoordelijke. Dus als je dat vergelijkt afzet op de recruitmentwereld, als organisatie bepaal ik dat ik kandidaatgegevens zou willen ontvangen om kandidaten te selecteren. Een recruitmentsysteem wat daarvoor wordt gebruikt is een verwerker. En dat heeft best wel implicaties, want dat betekent dat ik verantwoordelijk word, het heet niet voor niks verantwoordelijke, voor wat de verwerker doet. Ja. Over de gehele keten. Dus om een voorbeeld te geven, stel dat er een datalek plaatsvindt bij de verwerker, hoeft die dat niet te melden bij de autoriteit persoonsgegevens. Die moet het melden bij mij als verantwoordelijke en ik moet analyseren wat de impact is en dat melden bij de autoriteit. Dus er is een enorme verandering in impact op dat kleine stukje alleen al van het recruitmentproces. Dus dat is eigenlijk een van de drie stappen waar je die gegevens set goed verwerkt. En dan hebben we het nog niet gehad over de rechten van betrokkenen, want eigenlijk hebben we het in de AVG over twee hoofdonderwerpen. De ene gaat over de rechten van betrokkenen, dat zijn eigenlijk wij allemaal, alle individuen die zich begeven op de wereld, digitale wereld, maar ook papieren wereld. En de andere gaat over de verantwoordelijken, dus de organisaties die ermee werken. En als je kijkt naar het stukje van de kandidaten, dus de betrokkenen zoals ze dat dan noemen, die hebben aanzienlijk meer rechten onder de nieuwe AVG. En dat zijn rechten als het recht op vergetelheid. Dus ik kan verzoeken om mezelf uit het systeem te laten verwijderen. Verzoek op correctie. Maar ook inzage. Dus ik kan ook een verzoek doen van, ik heb een jaar of twee geleden bij jou gesolliciteerd als organisatie. Wat heb je nog over me? En dan zul je dat binnen een maand tijd moeten opleveren in een volledige digitaal format, waarbij ik kan zien waar ik allemaal voorkom, in welke systemen. Nou, dat betekent natuurlijk wel wat, want dan moet ik al die processen in kaart hebben van waar die informatie heen gaat. Nou, vanuit de wereld van recruitment, waar ik zelf natuurlijk veel ook heb gewerkt, zie ik ook vaak gebeuren dat een cv binnenkomt op een recruitment systeem, dat via de e-mail naar allerlei poppetjes in de organisatie wordt gestuurd. Nou, gaat het dan maar eens achteraan, want als iemand verzoekt om een verzoek voor verwijdering, wat ook een recht is, dan moet ik dus al die personen gaan informeren dat de cv moet worden verwijderd uit de e-mailbox. Een ondoenlijke zaak, als je dat niet van tevoren hebt geregeld in systemen en processen. En dus ik denk dat daar nog wel de grote uitdaging gaat zitten. Hoe ga je die informatiestroom door je organisatie beheersen? En ga je ervoor zorgen dat die informatie op het juiste moment uit de organisatie komt als iemand een verzoek vraagt om dat in te kunnen zien? Dus dat zijn slechts een paar voorbeelden, maar ik denk dat je wel een beetje hoort aan de omvang, dat dat niet iets is wat je eventjes doet. Ik hoor ook een aantal dingen dat ik denk van ja, weet je wat, als ik een mailtje stuur van joh, ik heb al jouw data verwijderd, bewijs maar dat het niet is. Hè? Dus wat gebeurt er als je er niet aan voldoet vanaf 25 mei? Nou, eigenlijk zijn er twee zaken die zijn aangepast binnen de AVG. De eerste denk ik misschien nog wel de allerbelangrijkste, want dat heeft te maken met omgekeerde bewijslast. Het is niet zozeer aan de autoriteit persoonsgegevens of aan het individu om aan te kunnen tonen dat ik me houd aan een nieuwe wetgeving of verordening. Mm-hmm. Als organisatie moet ik dat kunnen aantonen. Dus ik moet op basis van documentatie, proces, informatie en dat soort dingen zelf kunnen aantonen dat ik daaraan heb voldaan. Dus als iemand zegt van nou, ik heb een verzoek gedaan tot verwijdering, maar ik heb het idee dat dat niet heeft plaatsgevonden en ik meld dat bij de autoriteit en de autoriteit heeft daar genoeg andere personen ook voor om dat te initiëren, dan zullen zij niet langskomen om dat te gaan onderzoeken. Dus zoals ze simpelweg het eerste doen is een verzoek, uitvraag van gegevens. Laat dan maar zien dat je compliant bent met de nieuwe wetgeving. Dus de bewijslast ligt opeens omgekeerd. Ja. Dat maakt natuurlijk een enorme verandering, want als bedrijf wil je dan wel je risico's gaan beheersen. Ja. En dat geeft ook antwoord op je tweede vraag, want welke risico's zijn er? Ik denk dat dat onder te verdelen valt in drie groepen.
De eerste is misschien concurrentie. Want op het moment dat andere organisaties zich wel exact gaan houden en het gaan gebruiken als een voorsprong op de markt, om te zeggen wij zijn privacy compliant, wij doen precies wat er hoort. En misschien ook wel gaan werken met standaarden en dat soort zaken. Dan zullen zij natuurlijk een betere vertrouwenspositie hebben dan andere bedrijven die dat niet doen. Dus alleen daarin al zul je onderscheid hebben. En dat is niet alleen bij bedrijven die gegevens verzamelen, maar ook bijvoorbeeld bij leveranciers in die sector. En de tweede heeft te maken met aansprakelijkheid. Want je aansprakelijkheid heeft ook te maken met, stel dat er een datalek plaatsvindt, onverhoopt. Je hebt je processen niet goed op orde en de data wordt gelekt. Op zich is dat, zolang het niet uitkomt, natuurlijk nog niet zo'n probleem. Maar op het moment dat het wel uitkomt en je kunt niet aantonen dat je alles hebt gedaan wat noodzakelijk was onder de verordening om dat te voorkomen, dan heb je natuurlijk ook gigantische reputatieschade in de markt. Ja. Ik bedoel, waarom heb je dat niet geregeld? En dat zie je nu al een beetje gebeuren bij, nou sterker nog, buiten Nederland gebeurt het al regelmatig dat grotere bedrijven ongelooflijk grote boetes krijgen. Omdat ze zich niet hebben gehouden aan, ja, zoals we dat beschrijven, de huidige stand der techniek aan beveiligingsmaatregelen. Dus ik denk ook dat vanuit dat oogpunt, reputatieschade, daar een enorme grote hoek zit. En dan zit er ook nog een financieel aspect aan. Want binnen de nieuwe wetgeving heeft autoriteit persoonsgegevens ook meer mandaat gekregen. Maar ook meer bevoegdheid om boetes uit te delen. En die kunnen oplopen tot 20 miljoen per incident. Dan wel 4% van de wereldwijde omzet. En dat is niet mals. Nee. Over het algemeen zijn er maar weinig bedrijven die het op de plank hebben liggen om even af te tikken. Ja, in combinatie met imagoschade en minder kandidaten of minder verkoop, is dat echt een killing dan als dat zo gaat gebeuren. Hoe ver is de recruitment wereld al met implementatie hiervan? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te zeggen. Wat we zien uit onderzoeken van allerlei partijen in de markt, is dat dat enigszins schommelt tussen 5% en 20% die ermee bezig zijn. Maar dat is ermee bezig zijn. Dus die zijn bezig om compliant te gaan worden. De overigen zijn er eigenlijk nog niet echt heel erg mee begonnen. Dat komt ook, denk ik, ook met name in Nederland, omdat we nog heel weinig boetes hebben. Dus er is nog heel weinig zichtbaarheid wat de impact zal zijn als ze het niet doet. Terwijl in de United Kingdom dat wel het geval is. Daar zijn al een aantal forse boetes, ook voor kleinere bedrijven, uitgedeeld. En daar is de bewustwording dus al veel groter. En hier moet dat nog ontstaan. Tegelijkertijd merken we op dit moment wel een enorme toename in de hoeveelheid aan interesse op het onderwerp. Je benoemde het artikel al dat heel erg veel is bekeken. Ook webinars worden overspoeld door mensen, zelfs zoveel dat je het eigenlijk niet meer aan kunt. Het gaat echt over honderdtallen die tegelijkertijd aanwezig willen zijn. Dus de aandacht ervoor is heel groot. En tegelijkertijd, het lastige is ook wel, het is niet iets wat je als afdeling recruitment in je eentje kunt doen. Dat is natuurlijk iets wat je veel breder moet uitvoeren. Ja. Volgens mij kunnen we nog uren hierover praten. En ook in mijn achterhoofd zitten ook een aantal dingen. Denk ik. Ik moet uiteraard ook voor recruitmenttech.nl eens goed kijken of we dat allemaal goed hebben dichtgetimmerd zoals het hoort. Ja. 12 december houdt Werf N ook een breaking seminar hierover. Yes. Daar ben jij ook een van de sprekers. Ja. Wat ga jij daar vertellen? We zullen ook tijdens het evenement ons nieuwe implementatiemodel lanceren. We hebben een concept ontwikkeld, Private Aid, waarbij eigenlijk op basis van een implementatiemethodologie een heel makkelijk en hanteerbare methode wordt uitgelegd hoe je als gehele organisatie privacy voor elkaar kunt krijgen. We hebben ervoor gekozen als organisatie om dat vrij te gaan geven aan de markt, dus zonder kosten, zodat iedereen zich daarmee kan bedienen en stappen kan gaan nemen. En dat zullen we ook tijdens die sessie gaan toelichten, hoe dat het makkelijkste kan worden gedaan en welke oplossing je moet kiezen om dit voor elkaar te krijgen. Dus welke partijen moet je betrekken en dat soort zaken. Ja, gewoon ook lekker praktisch en om echt mee aan de slag te gaan zoals je dat aangeeft. Ja, want kijk, in december dan wordt de tijd steeds korter. Ik bedoel, ik wil niemand opjagen, maar ik zal toch maar eerst beginnen. Ja. Dankjewel. Geen dank.